Vroeger was Edwin van der Sar de vaste nummer 1 van het Nederlands elftal. En later stond Jasper Cillessen stevast tussen de palen bij Oranje. Inmiddels is het echter stuivertje wisselen. Noppert, Bijlo, Cillessen, Verbrugge. En tegen Griekenland en Ierland, Mark Vlekken. Wat kan hij beter dan zijn concurrenten? Misschien kan oud-doelman Sander Westerveld ons dat wel vertellen. Ik denk dat op dit moment, als je alle keepers bekijkt, Vlekken een geweldig jaar heeft gehad in Duitsland vorig jaar. Een hele mooie transfer heeft gemaakt. En nu ook gewoon goed niveau haalt bij, in de Premier League. Toch gezien als de bekendste en beste competitie van de wereld. Dus ja, qua ervaring en qua kwaliteit. Het is een hele all-round keeper, dus hij past in het spelletje van het Nederlands elftal. Dus het is eigenlijk op dit moment wel een makkelijke keuze. Dus elke keeper was goed geweest, maar dit is een goede keuze. Maar je zegt hij past in het plaatje van het Nederlands elftal? Ja, het is een typische Nederlandse keeper, dus hij kan heel goed meevoetballen. Alhoewel, gisteren ging het een beetje in de fout. Maar normaal gesproken, dat zie je ook in Engeland en in Duitsland, kan hij heel goed meevoetballen. Hij is eigenlijk goed in alles. Dus hij past precies in het spelletje wat Koeman wil spelen. Dus vooral in de opbouw is hij heel belangrijk. En dat kan hij normaal gesproken als de beste. Ja, tegenwoordig is dat meevoetballen steeds belangrijker, lijkt het wel, toch? Ja, ik heb er zelf ook een beetje kritiek op. En ik denk dat het een beetje een beetje doorgeslagen is. Ik denk dat tegenwoordig de Nederlandse keepers echt heel goed kunnen meevoetballen. Maar als je dan ziet hoe technisch ze zijn, dan denk ik van ja, dat is. Ik heb liever een keeper zoals, dat is zonder disrespect, maar als je dan Oenestal bij Twente ziet, waarvan ze zeggen dat hij niet zo goed kan meevoetballen. Ja, dan heb ik toch liever zo'n keeper die in de laatste minuut nog een bal uit de kruising tikt. En een bal vasthoudt en goed voor zijn goal is. Ja, wat je zegt, dat is natuurlijk ook. Het is een beetje hetzelfde verhaal als met de verdedigers. Hè? Ik denk ook vaak. Eerst verdedigen en van daaruit verder kijken. En dat zeg jij dus eigenlijk ook voor een keeper. Ja, precies. Jan van Hals had laatst een interessante interview met Bogarde. En waarin hij ook zei dat hij niet snapt dat Bogarde niet bij een Nederlandse club zit. Omdat hij echt gewoon een verdediger is. Jaap Stam zat vroeger bij Ajax. En die trainde echte verdedigers. Ja, dat zijn toch echt specialiteiten die gewoon heel belangrijk zijn. En ook voor keepers. Maar ik denk dat de basis gewoon echt een bal vasthouden en reddingen maken. Dat echt het belangrijkste is. En als jij een keeper hebt die heel goed kan meevoetballen en goed in de opbouw is. En je speelt de bal 20 keer in je eigen 16 goed rond. En je komt dan pas over de helft van de tegenstander. Ja, als jij eentje hebt die een bal naar voren schiet op een spits die hem vasthoudt en dan aansluit. Dat zijn allemaal andere dingen die. Dan heb ik liever dat de keeper goede reddingen maakt dan dat hij heel goed kan meevoetballen. Keeper is gewoon zo belangrijk. Dat is eigenlijk de belangrijkste speler op het veld. Niet alleen omdat ik dat zeg natuurlijk, maar omdat er zoveel druk op is. En dat zeg je nou weer misschien met Vlekken dat hij zich toch een beetje te veel druk voelde. Omdat hij nu moest bewijzen dat hij de beste keeper was. Dus ja, als je dan een keeper hebt die vast kan spelen als Vlekken blijft keepen. En hij speelt nog 3 of 4 wedstrijden en hij laat zien dat hij echt gewoon een goede keeper is daar. Ook bij het Nederlands elftal. Ja, dan zou ik met hem verder gaan. Dus dat is ook jouw voorspelling? Jij denkt dat Koeman voor hem gaat kiezen uiteindelijk? Ja, het is moeilijk te voorspellen, maar als Koeman hem in ieder geval nog een paar wedstrijden de kans geeft en niet gelijk gaat wisselen, dan denk ik wel dat hij blijft staan. Hoe was jij zelf mee voetballend? Ik heb eigenlijk tot mijn 16e heb ik altijd gevoetbald in de spits. En heb ik altijd 2 wedstrijden op een dag gespeeld. Om 1 uur speelde ik in de spits en om 2:30 rende ik naar het andere veld en dan ging ik keepen. En ik vond voetbal altijd heel mooi. En dat was net in die tijd dat die nieuwe terugspeelbalregel erin kwam, in 92 volgens mij. Dus ja, dat heeft mij wel voordeel gebracht, want meevoetballen dat ging me wel goed af. Alleen in die tijd was het niet zo heel. Ik speelde buiten mijn 16, dus vroeger ik heb liever dat beter, ze maar hè? Gewoon lang speelden. Vroeger was het wel heel veel beter hoor. Sander, jij hebt natuurlijk een tijdje op de bank gezeten achter Van der Sar. Heb je niet af en toe het idee van als ik in deze tijd had gekiept, dan had ik mijn kans echt gehad? Ik ben al lang blij dat ik in totaal 5 jaar bij het Nederlands elftal heb gezeten. En dat is natuurlijk altijd een eer. En dan heb je maar 6 wedstrijden gespeeld, maar goed. Hè? Je hebt af en toe geluk nodig. En ik ben al lang blij dat ik zo'n mooie carrière heb gehad. Dankjewel Sander en tot de volgende keer.